morgen op Nederland 1. Na het 8 uur journaal een spannende aflevering van Katfael. De nieuwe priester van Shrewsbury maakt zich al direct ongeliefd. Als daarna iedereen opgeschrikt wordt door een tweetal misdrijven, heeft Katfael veel verdachten en weinig aanknopingspunten. Dan, na Brandpunt en het 10 uur journaal, gaan Sybrand Niessen en Manuela Kemp op zoek naar het verhaal achter opmerkelijke krantenadvertenties. In Estafette wordt gedebatteerd over de relatie geloof-samenleving. En nachtgedachten over de Vincentiusvereniging besluit de zondag op Nederland 1. In Amsterdam werd deze maand het World Roots Festival gehouden. Hoogtepunten uit dit festival worden nu gepresenteerd door Bart Peters. U ziet sterren uit onder andere Senegal, Cameroen, Bulgarije, Israël en Oezbekistan in het World Roots Festival.